Wij gaan naar de Kuip. De sfeer is goed. Het is meestal wel gezellig. Zeker als ze gewonnen hebben. Ja, wat doen ze dan? Zingen, springen. Dan hop je echt van de ene halte naar de andere halte. En dan is alles wat je hoort. En niet van Feyenoord. Houd rond, kameraden, houd rond. Feyenoord, geen woorden maar daden. Nee, Feyenoord. Nou, ik heb het met Euro 2000 een keer gehad. En toen was het echt heel extreem. En toen, ja, toen gingen ze zo hard hoppen dat mijn voet van de pedalen afgingen. En dan, als je voet van de pedaal afgaat, dan vallen al je blokken en dan zit je met je neus tegen de vooruit. Dan maak je noodremmingen automatisch. Leuk gezicht altijd. Kun je gelijk even langs al die dure bungalowtjes kijken. Ja, zwembadje erbij. Dat hebben wij niet, hè? Alleen maar een vlekje, toch? Ja, een stukje van je leven is Feyenoord. Draait meestal wel om Feyenoord. Ja? Ja. De verjaardagen, alles wordt wel omgezet voor Feyenoord. Want als Feyenoord speelt, dan vier ik mijn verjaardag niet. Of dan verzetten we de datum naar het weekend. Ja, vanavond heb ik al vrij voor gevraagd. Die wedstrijden moet je niet werken, dat kan niet. Zodra ik in juli schema heb, dan vraag ik vrij tot in principe elke thuiswedstrijd. En dan wat ik krijg, krijg ik. En dan de rest, ja, dat moet je kijken of je dienst kan ruilen of later kan beginnen. Vorige week ben ik tegen PSV om 6:30 s'avonds begonnen. Dan hebben ze mijn dienst s'avonds. Dus dan kun je eerst naar Feyenoord. Ja, je bent alleen de hele dag van huis. We hebben met de voetbaldienst altijd 9 wagens rijden. Dan rijden er 5 van de zuidkant. En op Zuid hebben we eigenlijk een beetje een vaste voetbalploegje, zoals je dat mag noemen. Het zijn ook vaak dezelfde die altijd, ik rij in ieder geval altijd voetbal. En meestal halen we dan wat lekkers te eten. Broodje dunner of zo. Wordt bezorgd, bestellen we van tevoren. Eten we een hapje, we luisteren naar de radio met z'n allen. En 25 minuten voor einde wedstrijd rukken wij uit. En dan als een speer naar Centraal de mensen naar de stad brengen. En dan zo snel mogelijk weer terug. Want iedereen wil zo snel mogelijk naar huis. Dus heb ik gekregen dat ik 50 werd, mijn Feyenoord-klokje. Nou, ik heb van mijn vrouw nog een ketting gehad, die heb ik altijd om mijn nek. Een speldje om een horloge en ik heb altijd mijn ketting, ik weet niet of het uitgaat. Kijken of dat lukt. Die speciaal gemaakt, er zijn er maar 2 van. Die heeft mijn zoon en ik. Ze houden wel niet van voetbal, maar waarschijnlijk wel van mij. Mijn vrouw vindt het helemaal niks, voetbal. Die houdt helemaal niet van voetbal, dus dat scheelt. We zijn over 3 weken samen voor het eerst. Na 6 maanden een weekend vrij, ja, dan moet ik naar Feyenoord. Ja, moet niet, maar ik ga naar Feyenoord. En dan baalt ze echt als een stekker. Dat is ook het enige waar ruzie over komt, wel over de voetbal. Dan zeggen ze die klote voetbal, je moet altijd naar die voetbal. Altijd, alles draait om die klote voetbal hier. Ja, en dat is ook zo. We hebben wel eens een kennis die zegt, wat zou je kiezen, je vrouw of Feyenoord? En dat is natuurlijk een vraag die je niet moet stellen, natuurlijk, want daar kan ik geen antwoord op geven. Wat vind jij zo mooi op Feyenoord? De speler. Ben je verliefd op een speler? Nee, dat niet. Verliefd. Calvin hier dan. Oh. En hij gaat straks spelen. Ze liegt. Want Fernandes is geblesseerd. Dus dan gaat Kelvin spelen. Ik ben lief. En ben je zelf ook Feyenoorder? Ik vind het wel leuk als ze gewonnen hebben, ja. Ja, dat meen ik echt. Nou, ik zou niet... ik vind het om te werken heel leuk, maar ik zou niet iedere zondag daar naartoe gaan. Nee, dat niet. Ik kijk thuis wel altijd, maar ik ben niet zo dat ik een seizoenkaart heb of... nee, dat niet. Mijn zoon wel. Ja. Ja? Ik heb geen tijd, jochie. Ja. Ik zie je wel. Doei. Dat is mijn zoon. Die jongste gaat altijd mee. Die gaat zelfs uitwedstrijden ook als die kan. Toen hij nog jong was, ik denk dat hij 5 was, toen zaten we samen Feyenoord te kijken. Toen gaf ik van woede een klap op de muur. En hij ging toevallig naar voren en toen zat zijn hoofd tussen mijn hand en de muur. Dat ging helemaal per ongeluk. Alleen toen zei hij tegen zijn moeder natuurlijk, ik ga nooit meer met hem voetbal kijken. Ja, nou gaat hij elke week met me mee. Dus. Mijn vrouw zegt altijd, als het, jij zit te kijken, dan krijg je nog eens wat. En dan zeg ik altijd maar van ja, beter zo, je kan beter in het hees van de strijd sterven dan gewoon. Zeg ik altijd al maar. Nou, het liefst als ik ooit dood zou gaan, zou dat in de Kuip moeten gebeuren dan. Ja, niet in een dipwedstrijd natuurlijk, want dan zou het niet zo gunstig zijn. Maar dat is een stukje van je leven en dat ben je niet voor je lol. En net als bij de RET, dat doe je ook niet voor je lol. Dat is aan de ene kant hobby en aan de andere kant ja, is het je werk. Feyenoord is heel hard werken. Dan moet je... Feyenoord, dan gaat ja. Maar zo. Feyenoord, dat ben je niet voor je plezier, nee. Dat is, je gaat niet altijd als hobby er naartoe. Maar ja, het komt goed. Jacqueline, RET. Hallo, kan ik even wat dunne menu's bestellen? Ik wilde graag 11 broodjes dunne menu. 2 losse broodjes. 3 rode Fernandes en 8 cola. Ja, dat is die helemaal. Tot zo. Doei, doei. Op de voetbaltram is dat wat gemoedelijker allemaal. Dan, je moet het met z'n negenen doen en alle 9 hebben dat ook allemaal voor elkaar over. Dan merk je gewoon dat je toch wel leuke collega's hebt nog. En vroeger ja, kon je gewoon iedereen wat persoonlijker. Maar ja, de hele samenleving is wat harder geworden. Achter is het ook een vrouw. Ik denk dat mensen zich allemaal wat meer op zichzelf focussen en wat meer binnenskamers houden. Vroeger lezen mensen ook veel meer op straat, toch? Als ik buiten speelde, zat mijn moeder op het stoepje. En mijn moeder hing uit het raam en wij moesten naar binnen als de lantaarns aangingen. Maar ja, dat zie je gewoon niet meer. Nu gaan we naar Feyenoord aan het stadion. Ik verwacht gewoon een overwinning, ja. En dan een ronde verder. We hopen natuurlijk nou de komende wedstrijden te winnen natuurlijk van die neus en van AZ. En dan staan we bovenaan. Hij overdrijft een beetje. Goed ook. Ja, ze moeten gewoon die andere wedstrijd dikke uitslagen winnen natuurlijk. Dus ja, we gaan wel winnen. Koop 3-0. Normaal zingen we wel, maar nou, als ik morgen weer niet praten. En straks nog genoeg praten en zingen. Feyenoordstadion, de Kuip, eindpunt en een prettige wedstrijd allemaal. Oh, ik smaak het. Ja, ik smaak het.